Er is hier vandaag een oldtimerrit. Jaarlijks, altijd de tweede zaterdag van september. Doen we al een jaar of 8, 9. En dan komen mensen uit de verre regio met hun oldtimers hier. En dan maken we 's middags een rondrit door de Betuwe. Het leuke aan een oldtimer is het feit dat er altijd wel wat mee is. Dus het is een doorlopende zorg om ze ook rijdende te houden. Je ziet wel, het is veel poetswerk. Wat is dit voor een auto? Een Morgan. Een Engelse fabriek en die bestaat nog steeds. En ze worden nog steeds gemaakt met de hand. Deze auto's. Het is een Morgan, het is een handgemaakte auto die nog steeds met de hand gemaakt wordt. Hè? En dit loopt ook veel lekker. Een 8-cilinder heeft een heerlijk geluid. Hè? Mijn man heeft hem in Amerika gehaald, 3 jaar geleden. En er zijn er 2 in Nederland, dus hij was heel trots op zijn bezit, omdat hij zo bijzonder is dat er zo weinig van zijn. Het is een Mercury uit 1955. Ik vind hem mooi omdat hij heel smooth rijdt. Je hoort hem niet gaan, soms denk ik, oh, de motor staat uit en dan draait hij gewoon nog. Het is gewoon leuk om daar bekijks mee te hebben en de reactie van mensen, oh, wat is die mooi, wat ziet die er gaaf uit. Het geeft gewoon een leuk effect. De mensen zeggen altijd, wat heb jij nou voor een grappig tasje? Dus dat is echt mijn ding van, gaan we met de auto op stap, gaat tasje ook mee. Ja, dat is het gevoel hè, wat je erbij hebt. Een groot motorvermogen, het geluid. De bouw van de auto, dus ja, sprekend. Van de bijzondere dingen van deze auto is dat in 1953 had de Renault nog niet het vignet van vandaag. Hè? Dus een hele hoop mensen herkennen deze auto niet als een Renault. Het is een auto die erg rond is gebouwd en het is een hele zware auto, weegt 1500 kilo. En hij heeft 6 zitplaatsen. Dus daar kunnen 6 personen in, zonder enig probleem.